Dit is hem dan weer, een nieuwe NEC-update vlak voor de wedstrijd tegen AZ. De laatste thuiswedstrijd alweer van dit seizoen. Ja, gaan we in ieder geval eventjes vanuit hier in de Goffert. Want die play-offs die zijn ver weg na afgelopen weekend, waar er kansloos werd verloren van FC Twente. Of niet? Ja, dat klopt. Toen wist ik natuurlijk nog niet de uitslagen van het weekend. We hebben daar ook nog steeds ook nog een kleine kans. Dus het zit nog in het hoofd. Alleen je zult zelf moeten winnen, denk ik, zondag. En dan kijken wat er om je heen gebeurt. Dus er is nog kans. Dus eerst winnen. Ja, zit het wel echt in het hoofd? Is het geloof er nog wel echt? Nou, dat is natuurlijk een stuk minder. Omdat je ten eerste een flinke oorwassing hebt gehad van Twente. En ten tweede omdat de stand er natuurlijk anders voor staat. Alleen in voetbal zijn gekkere dingen gebeurd. Ja, en dan ging het deze week, net zoals bijna elke week het gaat, over de keeper Jasper Cillessen. Hij was wat onzeker in het spel, zei de trainer. Heeft hij er inmiddels mee gesproken? En ja, de vraag is, speelt hij dan gewoon tegen AZ? Zoals ik eigenlijk altijd met de spelers zit na een wedstrijd, hebben we ook met Jasper gezeten. Dat was een prima gesprek en hij zal gewoon keeper zondag. Ja, maar je noemde hem na de wedstrijd tegen Twente, zei ja, hij straalt onzekerheid uit. Heeft hij jou kunnen overtuigen dat hij die onzekerheid kwijt is? Nee, ja, dat is natuurlijk niet. Dat is niet met woorden. Ik bedoel, je kan niet tegen mij zeggen, ja, ik ben niet onzeker of wat dan ook. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik hem ook verteld waarom ik dat vond. Hè? En nou goed, daar hebben we het over gehad en hoe we daar eventueel Een oplossing voor kunnen vinden, hè, als elftal en om hem te helpen. En uiteindelijk is het beste medicijn is keepen en je niveau halen, want dan ben je er doorheen. Ja, lijkt me niet meer dan terecht dat Jasper Cillessen gewoon zondag speelt. Want hij heeft natuurlijk in heel veel wedstrijden gewoon goed gedaan. Hij heeft ook punten gepakt. Uitstekend wel gedaan met die paar uitzonderingen dan maar. Goed, ja, zondag een bijzondere wedstrijd. Want je kunt nog meedoen voor die plek 8 als je wint van AZ. Maar aan het einde van het seizoen kun je ook zomaar 13e staan. Toch wel raar zo, 2 wedstrijden voor het einde. Nou, volgens mij is het exact hetzelfde als vorig jaar. Vorig jaar op de laatste speeldag kon je 3 plekken stijgen en 3 plekken zakken ongeveer. Dus dat betekent dat die middengroep kort bij elkaar zit. En wat ik zeg, de enige weg die we kunnen bewandelen is via AZ een resultaat te halen. Ja, dan kun je weer verder kijken. Waar hebben jullie het laten liggen dit seizoen? Ja. Dat is heel simpel. We hebben gewoon heel wat wedstrijden gehad waar we gewoon wel punten hadden kunnen pakken en dat niet hebben gedaan. En ik denk dat zeker in de afgelopen periode het geval is, maar ook zeker al eerder in het seizoen natuurlijk met een heel aantal gelijkspelen. Maar daar kunnen we nu niks meer aan doen en nu moeten we gewoon zorgen dat we het seizoen gewoon goed af gaan sluiten in de laatste 2 wedstrijden en zoveel mogelijk punten nog gaan verzamelen. Ja, je zag hem net al eventjes, Dirk Proper. Kan hij zich opladen voor zo'n wedstrijd nog? Of hoe gaat dat in zo'n groep? Want ja, je moet je toch weer opnieuw kunnen opladen, ondanks dat er misschien heel weinig kans is. Ja, maar ik denk dat we dat voor elke wedstrijd proberen. Kijk, uiteindelijk iedereen weet dat het einde van het seizoen is, maar ja, je hebt nog genoeg om voor te spelen. Ja, maar is dat besefte ook wel, dat er echt nog wel kans in zit? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk, zolang je weet dat het nog mogelijk is, dan wil iedereen daar gewoon voor gaan. Alleen feit is dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt dan we van tevoren hadden gehoopt. Ja, want je bent wel opgevallen dit seizoen, hè? Ook in de media, geselecteerd bij Jong Oranje een keer. En er is zelfs een liedje over jou gemaakt. ja, klopt. Ja. En hoe gaat hij ook alweer? Nou, ik ga hem niet nadoen, jongens. Dat ga ik echt niet doen. Ja, want er zijn er niet veel die een echt eigen liedje hebben, joh. Volgens mij, ik denk dat jij de enige bent. Hoe bedoel je? We hebben wel liedjes natuurlijk, maar dat echt gewoon in de studioversie wordt ingezongen en zo, dan ben jij de enige. Uiteindelijk is dat ook een beetje een grapje. En ik vind het heel leuk dat ze het hebben gedaan, maar ja, dat is natuurlijk voor. Het begon een beetje als een cult item, zeg maar. En uiteindelijk kwamen ze erachter van, hey, weet je, die jongen doet nog lang niet gek. Dus leuk dat ze er nog wat moeite in hebben gestoken. Ja, zo gaat dat nummer dus. Misschien horen we hem wel zondag hier nog in de Goffert, dat nummer. Hij zei in ieder geval, als hij scoort, dan moet hem dus draaien. Dus bij deze moeten we dat dan maar eventjes regelen. Ja, en dan AZ. Waar ziet de trainer kansen? Ja, ik denk dat AZ heel veel kwaliteit heeft. Dat ze heel goed voetballen. Dat ze heel dynamisch zijn wanneer ze de bal hebben. We hebben ook wel dingen gezien waar je kansen kunt creëren. Er ligt ook wel wat ruimte. Ook als je diep gaat lopen in de omschakeling.
Alleen, ja, wat ik al zeg, het begint denk ik met energie en beleving aan een wedstrijd beginnen. Zodat je het AZ moeilijk gaat maken, zodat je in de duels komt. Ja, dan heb je een kans. Hoe kun je zo'n ploeg dan nog oppeppen? Ja, op het moment dat je zondag voetbalt en je speelt voor een volle Goffert, ja, dan is die beleving er. Alleen, het gaat erom dat je op het veld ook met elkaar dan de dingen doet, zodat je het AZ lastig maakt. En dat betekent dat je de ruimtes niet te groot mag laten worden, want dan kunnen ze heel goed voetballen. En dan merk je ook vaak dat de beleving dan wat minder wordt. En dat moeten we voor elkaar krijgen met elkaar. Ja, en dan sluiten we af. Is er dan nog transfernieuws? Nee, op dit moment is er nog niks. Zeker is er ook niks echt te melden. En ik verwacht dat de komende dagen dat ook niet meer gaat gebeuren. De wedstrijd is natuurlijk veel belangrijker nu. Dus als er dan al iets gaat gebeuren, is dat in ieder geval pas in de volgende week. Maar dit was wel weer de NEC-update voor deze week. We zijn natuurlijk volgende week weer. Want dan spelen we de laatste competitiewedstrijd misschien wel. Of misschien maken we dan nog wel kansen op die play-offs. Ondertussen blijf je op de hoogte via mijn Twitter-account. Volg me daar eventjes. Dus mocht ik nieuwtjes hebben, dan deel ik ze in ieder geval daar. De wedstrijd zondag om 2:30 is te volgen via onze collega's van RN7 Sport op de radio. Mocht je er niet bij kunnen zijn. En wij zijn er dus volgende week weer met een nieuwe update. Graag tot dan. Turkey proper.